Vandaag een antwoord op de vraag van Jeroen. De vrouw van Jeroen kampt al jaren met flink heftige, pittige hoofdpijnklachten. En dan met name één keer in de maand rond hormonale disbalans, rond haar menstruatie. Bij zijn vrouw hangen haar hoofdpijnklachten dus erg samen met hormonale disbalans. Jeroen zelf, hoofdpijn. Nou, hooguit in zijn jonge jaren, toen hij nog regelmatig nachten doortrok en flink wat alcohol dronk en dan de dag daarna. Maar verder kampt Jeroen zelf eigenlijk nooit met hoofdpijnklachten. Hier heeft hij nooit last van. En ja, hij heeft ook niet die hormonale disbalans die zijn vrouw heeft. En hier is hij maar wat blij mee. Want als hij merkt welke invloed die heftige hoofdpijn op zijn vrouw heeft en hoe ze functioneert één keer in de maand, nou, dat heeft hij zelf liever niet. Nu is er verandering opgetreden hierin. Want sinds afgelopen maand, sinds de coronalockdown aan de orde is, kampt Jeroen zelf opeens met hoofdpijnklachten ook. Flink heftiger. Hij heeft hier behoorlijk wat last van en kan hierdoor, net als zijn vrouw, één keer in de maand echt niet goed functioneren. Het beheerst hem heel erg. En Jeroen snapt niet hoe dit opeens zo kan. Want, het is niet dat, want dat duidt op irritatie, schade in jouw hersenweefsel door een slechte afvoer van afvalstoffen, wat vaak ook voort kan komen uit een vochttekort in het lijf, wat bijvoorbeeld na flink wat alcoholconsumptie en slechte nachtrust voor kan komen, heeft hij in het verleden gemerkt. Maar hij is niet sinds de coronalockdown minder gaan drinken of zoutrijker gaan eten. Slechtere nachtrust heeft hij niet ervaren. Dus ja, Jeroen snapt dit niet, waar die hoofdpijn toch opeens zo vandaan komt. Dus de vraag van Jeroen is, hoe kan het dat ik opeens, daar waar ik eigenlijk normaal gesproken echt vrij ben van hoofdpijnklachten, opeens met hoofdpijnklachten kamp sinds de coronalockdown en flink heftiger ook. Nou, Jeroen, hoofdpijn is inderdaad het gevolg van irritatie, schade aan de celmembranen van de cellen in jouw hersenen. Waardoor kunnen celmembranen beschadigd raken en dus ook de celmembranen in jouw hersenen? Nou, wanneer de omgevingsvloeistof van, en dat is hersenvocht in jouw hersenen, de omgevingsvloeistof van jouw hersencellen en dus ook die celmembranen, wanneer die niet echt een ideale samenstelling heeft, een nogal belastende samenstelling heeft, en dat hangt samen met de zuurtegraad, de hoeveelheid vocht en basische mineralen tegenover zure afvalstoffen. Dus wanneer bijvoorbeeld de afvoer van afvalstoffen uit jouw hersenen druit niet goed verloopt, ja, dan kunnen daar hoofdpijnklachten uit volgen. Want dan is de samenstelling van jouw hersenvocht die basis moet zijn, is niet ideaal. Kennelijk vindt er een verslechterde afvoer van afvalstoffen uit je hersenen, vindt er plaats, een opstapeling van afvalstoffen in jouw hersenen, sinds de coronalockdown aan de orde is. En ja, dit begrijpen we allemaal als we weinig drinken. Dit begrijpen we allemaal als we slecht slapen. Dit begrijpen we allemaal na alcoholconsumptie. Dit begrijpen we allemaal na overmatig zoutgebruik. Maar nee. Ja, daar is geen sprake van. Hoe kan het dan toch dat afvalstoffen zijn opgestapeld in het hersenvocht van Jeroen? En hij nu met hoofdpijnklachten kampt. Nou, Jeroen, kennelijk ervaar jij nogal wat stress meer ten opzichte van eerder. Want jouw hoofdpijnklachten doen dat vermoeden. Wat gebeurt er ten tijde van stress? Onder invloed van stresshormonen worden jouw bloedsuikerspiegel, jouw bloeddruk en de spanning op jouw celmembranen wordt verhoogd. Overal komt een verhoogde spanning op te staan. Jouw lichaam is gericht op activiteit. Jouw lichaam is gericht op vocht- en voedingsstoffenbevoorrading, met name van jouw spieren. Paraat om te vechten of vluchten. Wat gebeurt
Ten tijde van die stresstoestand, die paraatheid tot actie. Ho, stop. Geen verdeling van vocht en voedingsstoffen zomaar willekeurig over jouw weefsels. En vervolgens een daling van de bloeddruk en de mogelijkheid voor jouw lichaam om tot rust te komen. En de afvoer van afvalstoffen, verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen mogelijk te maken. Want ja, dat vindt pas plaats bij eerst een goede verdeling van vocht en voedingsstoffen over jouw weefsels. Vervolgens de verdunning, neutralisatie van afvalstoffen in jouw weefsels. En de afvoer van afvalstoffen, ja, dat kan ook alleen maar plaatsvinden in tijden van rust. Rust is niet aan de orde in tijden van stress. Onder invloed van stresshormonen die jouw lichaam paraat maken tot actie, worden alle vocht en voedingsstoffen, het gehalte daaraan in je bloedbaan verhoogd. En dat daalt niet, dat wordt tegengehouden. Die verdeling, dat vindt even niet plaats. Paraat, paraat. Pas wanneer er ontlading plaatsvindt, dan pas kan je bloeddruk weer dalen, hè? En kan jouw lichaam weer tot rust komen. En dan pas kan die verdunning, neutralisatie van afvalstoffen in jouw weefsels en de afvoer ervan plaatsvinden. Ja, maar ten tijde van die paraatheid tot actie niet. Jouw lichaam is dus veelvuldig in die staat der paraatheid gebracht onder invloed van stresshormonen. Ja, en stressvolle omstandigheden doen dat. En dan kun jij drinken wat jij wil. Normaal gesproken, het vocht aanwezig in jouw voeding en het water en de waterhoudende dranken die jij drinkt kunnen prima zorgen voor opname in je lijf, verdeling over jouw weefsels, verdunning en afvoer van de afvalstoffen. Maar ondanks het drinken van diezelfde hoeveelheid vocht en ondanks dezelfde hoeveelheid vocht in jouw voeding, ja, jouw lichaam raakt daar sneller van uitgeput en de verdeling daarvan vindt niet goed plaats. De opname niet, de verdeling daarvan niet. Dus kunnen in tijden van stress, ongeacht het volop drinken van waterhoudende dranken en het eten van vochtrijke voeding en prima wel in je bed stappen en wat uren in jouw bed te liggen, zeg maar. Jouw lichaam komt niet tot rust. De opname, verdeling van vocht en de afvoer van afvalstoffen vindt niet goed plaats met als gevolg dat onder andere de samenstelling van jouw hersenvocht verslechtert, niet ideaal meer is, ten nadele van de conditie van de celmembranen, overal, maar ook in jouw hersenen, met hoofdpijnklachten tot gevolg. Dus vermoedelijk, omdat jij zo sterk die overgang merkt sinds de corona-lockdown, dat jij nu wel, terwijl je eetpatroon en drinkpatroon en dat soort dingen niet is veranderd, hoofdpijnklachten merkt, ja, is er vermoedelijk een sprake van een verhoogde afgifte van stresshormonen in je lijf, jongen.